Hallo again. Voor de volgende inblikker gaan we het hebben over mannen en vrouwen. Ik bedoel daarmee dat iedereen, ik als vrouw, heb ook mannelijke aspecten en kwaliteiten in mij. En als u een man bent, dan heeft u ook vrouwelijke aspecten in uzelf. En de kunst is om die in balans te hebben. Als ik dat voor de eerste keer hoorde, dan was ik een beetje gechoqueerd. Want iemand zei me, ik zat in mijn mantelpakje en aan de vergadertafel. En die zei van, zie, jij bent een supermooie vrouw, maar goh, je bent zeer mannelijk. Huh? Mannelijk? Wat bedoelde hij? En dat wil ik jou heel graag meegeven. Ik ga er mijn boek bij pakken, want ik ken ze niet allemaal van buiten. Maar ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt die ik toen belangrijk vond en die ik heb ingeblikt. Ik ga het gewoon even voorlezen en dan is het de bedoeling dat je voor jezelf gewoon vanavond of nu gewoon schrijft hoe dat het bij jou zit met de balans. En dan weten we dat we iets kunnen aan doen om, als het niet in balans is, om die wel in balans te krijgen. Dus, de mannelijke kwaliteiten zijn resultaatgericht handelen, doelgerichte aanpak. Alles wordt vanuit het hoofd aangestuurd, controle, veel praten, actief en handelend, streven, vechten om zich te bewijzen, doen en presteren. En dat laatste was dat mij vooral eigenlijk van mij een man maakte. De vrouwelijke kwaliteiten, en waar ik op dit moment enorm naartoe aan het werken met een leven ben, is zachtheid en geduld. Niks moet en alles is goed zoals het is. Intuïtief handelen, vanuit de buik gestuurd. Rust creëren in mijn leven, rustig zijn. Luisteren. Loslaten, passief en ontvankelijk zijn. Vertrouwen hebben en geven. Creatief en verzorgend. Hoe zit het met jou om met deze criteria die ik daarnet heb opgesomd? We gaan het er zeker nog over hebben, dus schrijf maar. En als je wilt delen, kom ik op het einde van de 8 reeksen, van de 8 inblikkers, nog met een voorstel waar we kunnen samen over praten en delen. Voilà, tot de volgende keer. Doei!